Yo, kijkers van Online Games, van hartelijk welkom bij een fantastisch gloednieuw seizoen van een voetbalvoorspelling. Seizoen 2022-2023 aan de Eerste Divisie en natuurlijk de Eredivisie en natuurlijk de Champions League, Europa League, Conference League, waar alle Nederlandse clubs echt aan meedoen. We gaan natuurlijk weer alle wedstrijden voorspellen. Zijn er 3 speelrondes gedaan? Ik heb ze alle 3 een beetje voorspeld. Maar we gaan het ook hebben. Hoeveelste wordt welke club? Bijvoorbeeld, je ziet links aan. Hoe gaan ze worden? Gaan ze 4e worden? Gaan ze 10e worden? Weet ik veel allemaal. En dan ga ik kijken, ja. Wat gaan ze ervan maken dit seizoen? En dus daarom heb ik een kleine voorspelling al gedaan. Ik ga hier niet te lang over inhaken. Ik weet dat ik vorig jaar en zo bij de 3 kwartier over ingaan, maar ik wil er gewoon snel even 10 minuten kwartier er even echt doorheen gaan. Dit zijn de clubs. Een hele ijzersterke competitie, de keukenkampioen divisie. Sterker dan ooit. Het is echt niet normaal wat voor clubs dat er allemaal in spelen. We gaan het eventjes gaan bekijken. ADO Den Haag heeft een verleden in de Eredivisie. Almere City. De Graafschap hebben ook natuurlijk een verleden in de Eredivisie. Den Bosch, Dordrecht, Eindhoven, Helmond, Heracles, Almelo zit er ook in. Jong Ajax, Jong AZ, Jong Utrecht, Jong PSV, MVV, NAC Breda, PEC Zwolle, Rode JC, Telstra, Top Os, VVV en natuurlijk Willem II Tilburg. Goed, hoe ze gaan ze worden? Nou, ja. Het is heel moeilijk om te voorspellen. Het zijn gewoon 10 clubs. Kijk, ADO en Eredivisie deden. De Graafschap, Heracles uiteraard. NAC ook, PEC Zwolle, Roda, VVV, Willem II. Ja, dat zijn toch wel behoorlijk wat clubs. Dus, maar we gaan kijken. Degene die laatste worden is FC Dordrecht. Ik heb natuurlijk niet de begroting, heb ik er ook niet wat de prijzen zijn. Ik heb gewoon, ja, dit ook niet wat het stadion is. Dat is allemaal gedoewerk. Dus ik heb maar gewoon gedaan aan vanaf welk jaar dat ze in de keukenkampioen divisie zitten. Vanaf in de keukenkampioen divisie seizoen 2015-2016. Trainer Michela Santoni ken ik niet. Laatste keer kampioen in de keukenkampioen divisie nooit. Maar waarom dat ze in 2015-2016? Dat komt omdat ze in het seizoen 2013 en 2014 via de play-offs gepromoveerd zijn naar de Eredivisie. En in dat jaar, dus in seizoen 14-15, zijn ze dus ook gelijk, ja, gedegradeerd uit de Eredivisie. Dat was ook te verwachten. En nu ja, bungelen ze eigenlijk een beetje onderaan en dat zal het ook zo worden. Dus Dordrecht gaat laatste worden. Dan gaan we door met nummertje 19 en belofte 11, de Jong Utrecht. Ja, ook iets van wat je kunt zeggen van die belofte 11. Ik snap niet waarom dat ze erin gaan. Maar aan de ene kant snap ik, weet je, FC Utrecht. Ja, die krijgen natuurlijk toch wel weer wat geld hoeveel dat Jong Utrecht wordt. Worden ze 19e of ze worden 16e of 11e, zeg maar wat, krijg je toch wel weer wat geld. Dat is natuurlijk wel mooi voor FC Utrecht. Spelers kopen, jonge teams en zo, ja. Steeds groter worden. En dat is FC Utrecht ook. Dus Jong Utrecht, ja. 19, je weet dat het is onvoorspelbaar hoeveel ze dat ze gaan worden. Dat is, ja. Je weet nooit hoe de jeugd het gaat doen. Ja, jeugd onder de 21 volgens mij. Ik weet het zo niet. Vanaf in de keukenkampioen divisie seizoen 16-17. Trainer Darije Kalasic. Laatste keer kampioen nog nooit, ja, vanaf 16-17. Dus in de keukenkampioen divisie. Dus in ieder geval dat. Goed, dan gaan we door met nummertje 18. Ook een belofte elftal, Jong AZ. Is ook hetzelfde met Jong Utrecht. Ja, AZ, ja, ze moeten zich... AZ wordt ook steeds groter natuurlijk. En nou, een belofte team Jong AZ. Ik bedoel, wat kunnen ze laten zien hier in de keukenkampioen divisie. Vanaf in de keukenkampioen divisie seizoen 2017-2018. Trainer Koen Stam en Mitchell Vonk. Laatste keer kampioen nog niet. Nog nooit kampioen geworden in de keukenkampioen divisie. Ja, dat zal een jong team, dat is bijna niet mogelijk. Jong Ajax natuurlijk wel, maar dat komen we later op terug. Dan, oh,
die hebben we gehad. Jong Azad, ja. Dan gaan we naar Telstar. Die, ja, die bungelen zich ook meestal tussen de 11, 15, 17 af en toe. Dus ik denk ook dat ze 17e gaan worden, omdat er ja, sterkere clubs zijn natuurlijk, die wat sterker gaan. Ja, golf het gewoon zo een beetje op en neer. Vanaf een keukenkampioen divisie seizoen 1979-1980. Trainer Mike Snoei, laatste keer kampioen in keukenkampioen divisie, ook nog nooit kampioen geworden. Dus in ieder geval dat, ja. Dat is behoorlijk wat jaren. Ja, het is dus een echte keukenkampioen divisie club. Hoe ze het noemen, zoals een eredivisionist, noemen we dat zo een eerste divisionist. Zo is het. Want Jupiler League, dat klinkt beter dan keukenkampioen divisie. Maar ja, dat is allemaal niet zo belangrijk. We gaan door met nummertje 16. Helmond Sport, ja. Helmond Sport heeft laten weten dat ze binnen 3 jaar naar de eredivisie gaan komen. En dan ben je in de eredivisie en dan vlieg je er keihard uit. Dat is wat ik denk, want Helmond Sport, dat is niet een club wat in de eredivisie hoort. Het bungelt zo onderaan, maar het doet ook soms wel eens mee aan de play-offs. Dus ja, het kan verrassen Helmond. Ik weet niet of ze het gaan doen. Ze hebben wel gezegd dat ze play-offs willen gaan halen, maar ik denk dat ze gewoon keihard gaan falen, denk ik. Maar je weet het nooit, vanaf een keukenkampioen divisie 1984-1985. Trainer Sven Swillen, laatste keer kampioen in de keukenkampioen divisie. Ja, ook Helmond Sport is een keer kampioen geweest, 1981-82. Maar dan kan je tegenover, nu kan je dat gewoon bijna niet vergelijken welke clubs dat allemaal in de eredivisie zitten. Maar kijk welke clubs dat allemaal in de eerste divisie zitten. Ik bedoel, dat zegt een hoop dat er veel kan gebeuren met een club. Goed, dat is dus Helmond Sport. Dan gaan we door met nummertje 15. Daar staat ook een club dat de laatste aantal jaren natuurlijk, ja, ook een beetje in een keukenkampioen, een eredivisionist is geworden. Top Os, ook die bungelen zich meestal in tussen de 10 en 15 plek. En ik denk dat Top Os 15 gaat worden. Vanaf in het keukenkampioen seizoen 2011-2012. Komt, seizoen daarvoor zijn ze kampioen geworden in de tweede divisie. Ja, het kan zijn dat het topklasse of weet ik veel hoe die vierde klasse, kan hoofdklasse. Ja, dat zijn allemaal die amateurs en toen zijn ze in één keer een betaalde club geworden. Trainer Christof Albrecht. Ze zijn uiteraard natuurlijk nog nooit in de keukenkampioen divisie kampioen geworden. Dus ja, dat is in ieder geval. Gaan we door met nummertje 14. FC Den Bosch. Ook Den Bosch is natuurlijk, ja, ook een club dat dat eigenlijk gewoon een eerste divisionist is. Gewoon ook volop, ja. De ene keer doen ze goed, de ene keer doen ze niet goed. Maar die meestal tussen de 10 en, ja, toch gaat het tussen 10 en 15 gaan worden. En Den Bosch is mijn ogen nummertje 14. Vanaf 2005-2006 in de keukenkampioen divisie, ja, of eerste divisie, zoals Jupiler League. De namen die, ja, die veranderen. Trainer Jack de Gier. Toch gewoon populaire. Nama, laatste keer kampioen 2003-2004. Dan hadden ze in 2004-2005 in de eredivisie en in dat jaar zijn ze dus ook gelijk gedegradeerd. Dus en niet zo voor dat. Goed. Gaan we door met nummertje 13. Daar staat Almere City. Ja, de ene keer doet Almere City best wel goed. Komen ze toch echt wel, ja, in de top 8. Zeg maar, en de andere keer, ja. Dan komen ze tussen de 10, 13, tussen de 10 en 15 weer. Dat golft zo op en neer. Dus ik denk dat Almere City ook gewoon zo'n beetje daar een beetje in gaat hangen. Dus plek nummertje 13. Vanaf een keukenkampioen divisie 2005-2006. Trainer Alex Pastoor, laatste keer kampioen. Niet natuurlijk. Almere City was er wel een keer heel dichtbij. In 2018 of 2009 daar in die richting. Toen Almere Rode natuurlijk had gedegradeerd. En ja. Was het bijna, maar uiteindelijk werd de Graafschap gepromoveerd naar de Eredivisie. Dus nummertje 12 staat Jong PSV. Ja, ook een belofte elftal voor PSV. Natuurlijk heel mooi, die doen ook al een aantal seizoenen bij. Ja, en die horen meestal, ja. Komen ze meestal tussen de 5 en top 10, 11, 12e. Of 13 zelfs, maar lager niet echt soms. Ja, dat ligt aan welke spelers dat je hebt.
Ligt aan wat die anderen allemaal doen, maar de laatste tijden, ja, doen ze redelijk mee met de middenmotor. Goed, vanaf seizoen 2013-2014, komt dat er wat clubs natuurlijk, ja, failliet zijn gegaan. RBC Roosendaal, HFC Haarlem, SV Veendam, en nog een club. Haarlem had die? Ja, zoiets. Maar ja, daarvoor zijn er dus belofte elfstal erin gekomen, ja, om toch ze te vervangen. Dus inderdaad. Trainer Adil Ramzi, laatste keer kampioen, nog nooit kampioen geworden. Goed. Dan gaan we, nummertje 11. Wie gaat net niet de linkerrijtje redden? Dat is MVV Maastricht. Die mogen meestal 10e, 11e, 12e. Soms ook wel 16e. Maar lager komen ze niet. Soms toch, ja, doen ze wel aardig mee. Halen soms af en toe de play-offs. Zo werden ze in de halve, bijna in de finale tegen Roda gespeeld. Uiteindelijk, ja, bleef Roda toch nog in de Eredivisie. Dat was natuurlijk wel jammer voor MVV. Maar en daarna, ja, ging het eigenlijk de kant 10e, 11e. Zoiets gaat het worden. Vanaf een keukenkampioendivisie seizoen 2000-2001. Trainer Maurice Verberne, laatste keer kampioen en keukenkampioen van 1996-1997. En dan, ja, hebben ze een seizoen 98-99, hebben ze een jaar in de Eredivisie, in 99 en 2000 ook. En in dat jaar zijn ze dus gedegradeerd. Dus ja, ze hebben 2 jaar in de Eredivisie. We zijn dus al veel jaar vroeger in de Eredivisie gespeeld, dat weet ik allemaal niet goed. Dan gaan we nummertje 10. En voor veel mensen is dit misschien wel een beetje schrikken. Ik heb op plek nummer 10 gezet Willem II Tilburg. Waarom nu begint het? Nu gaan de clubs komen die 5, 6 jaar geleden allemaal in de Eredivisie zaten. Ja, misschien dat er een club of 2 in de keukenkamp in de divisie laag, dus in deze divisie. En dat ze dan na een jaar weer promoveren. En dat die dan weer ging. Dus. Maar ook Willem II. Wat een klap voor Willem II, maar ja, het ging allemaal niet in Nijmegen. Fortuna won in de laatste speelronde, Willem II won ook, maar uiteindelijk stond Willem II met lege handen. Genoeg. Vanaf een keukenkampioendivisie seizoen 2022-2023, afgelopen seizoen gedegradeerd uit de Eredivisie. Heel pijnlijk, trainer Kevin Hofland. Laatste keer kampioen en keukenkampioen divisie 2013-2014. In dat jaar, het seizoen daarvoor, dus in 12-13, werden ze gedegradeerd uit de Eredivisie. Ja, daarop kwamen ze meteen terug, maar ik denk niet dat ze dat dit seizoen weer gaan doen. Ze hebben met moeite gewonnen van Telstar. Dat hebben ze met moeite gewonnen. Verloren van Eindhoven. Gelijk gespeeld tegen Jong PSV. Dus ik denk dat Willem II een tussenjaar gaat krijgen. Net als wat VVV vorig seizoen had, gaat Willem II nu dit seizoen krijgen. Goed, dus dat. Dan gaan we nu plek nummer 9. Plek nummer 9 heb ik Jong Ajax staan. Ik wou eerst Jong Ajax hoger zetten, maar kijk eens welke clubs dat er allemaal in zetten. Dus ja, ik had geen keus. Goed. Vanaf een keukenkampioen divisie seizoen 2013-2014. Trainer John Heitinga. Laatste keer kampioen in keukenkampioen divisie. Jong Ajax is de eerste belofte elftal dat een keer kampioen is geworden op de 1 na hoogste niveau. Ja, hoger kunnen ze niet komen. Want Jong Ajax speelt natuurlijk altijd lager dan het eerste elftal. Dat is niet zoals Ajax degradeert. Wat nooit gaat gebeuren dat Jong Ajax dan bijvoorbeeld kampioen wordt, zeg maar wat, dat ze dan naar de Eredivisie gaan. Nee, dat gaat niet. Ook al zou Ajax gedegradeerd zijn en Jong Ajax wordt kampioen, dan is Jong Ajax ook gedegradeerd. Dan moeten ze daar weg om plaats te maken voor het eerste. Daarom belofte elftal speelt natuurlijk altijd lager. Maar ja, dat is normaal, hè? Dat hoef je dan niet uit te leggen. Dus ze zijn een keer kampioen geworden 2017-2018 in dat jaar. Werd natuurlijk de nummer 2 direct naar de Eredivisie. En dat was Fortuna Sittard. Goed. Dan gaan we door naar nummertje 8. Nummertje 8 staat De Graafschap. Ja. Vorig seizoen de kanshebber
om kampioen te worden. Tweede seizoen de helft daar helemaal verkloot. Het gaat het nu ook een beetje daar een beetje bungelen. Ja, dat is het eigenlijk zo'n beetje. Ja, dus dat. Vanaf in de keukenkampioens divisie seizoen 2019-2020 trainer Ali Poldervaat. Laatste keer kampioen en keukenkampioen divisie 2009-2010. Het staat vrij laat, maar komt omdat hij graag op telkens gepromoveerd was via de play-offs. Dus in ieder geval dat. Goed. Hoe lang zijn we eigenlijk al bezig? Dat wil ik eigenlijk wel weten. Oh, toch een kwartiertje. Nou, we hebben toch wel goed uitgerekend. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog 7 clubs. Goed, we gaan door met nummertje 7. Ja, voor veel mensen is dat ook schrikken. Maar ja, Dirk Uit gaat daar niks van bakken, denk ik. Die gaat de kerst niet halen. ADO Den Haag. Vanaf een keukenkampioen divisie seizoen 2021-2022. ADO wilde direct promoveren naar de Eredivisie. Dat, ja, dat ze gedegradeerd waren. Dus dat was vorig seizoen. Nou, het was er heel dichtbij. Penalties uitgeschakeld, daarna rellen. Wat gewoon nergens op slaat. ADO straf gekregen in de eerste thuiswedstrijd natuurlijk. Maar zoals wat ik al gezegd, Dirk Uit, ja. Voordat dat seizoen begon, toen zei ik Dirk Uit, ja, toch een onervaren speler. Maar ja, ooit moet de eerste keer worden. En ja, dat is niet gebeurd voor Dirk Uit. En dat is voor ADO Den Haag, ja. Weet je, als ADO daar gelukkig mee is, dan moeten ze mee doen, hè. Maar goed, voor Dirk Uit, ja. Dus gewoon, ja, kijken wat er is. Dat is het, goed. Laatste keer kampioen en keukenkampioen in de divisie 2002-2003. En dat jaar hebben ze natuurlijk jaren in de Eredivisie. En ja, 2 jaar geleden ging het mis. Voor ADO gedegradeerd. Dus die gaan zeven worden. Ik zie ook ADO niet promoveren naar de Eredivisie. Goed. Dan gaan we nummertje 6. Op plek nummertje 6, ja. Daar heb ik staan ook NAC Breda. Vrij jong team. Ze hebben vorig seizoen 8, ze willen het niet iets beter doen. Maar ook, wat ik ook zei, er zijn zo ontiegelijk grote clubs. Die toch echt volop ja, erin willen en dat er best wel veel is. Dus ik ga NAC Breda op 6 zetten. Vanaf een keukenkamp, dus divisie seizoen 2019-2020. Trainer Robert Molenaar. Laatste keer kampioen in keukenkampioen 1999-2000. Toen hebben ze ook een aantal jaren natuurlijk in de Eredivisie aan toen. Ja, ging het een keer mis via de play-offs. Toen gepromoveerd en daarna, ja, opnieuw een keer, ooit een keer weer gedegradeerd. En nu spelen ze gewoon weer hier in de Eerste Divisie. Is wel volgens mij het grootste stadion, of is de stadion van Almelo nog groter? Dat weet ik niet. Maar ja, NAC 6e. Plek nummertje 5 staat Roda JC. Ook Roda JC is toch wel de weg flink omhoog. Aangezien dat ze een paar jaar geleden toch wel 18e zijn gewonnen in de Eerste Divisie. Dus ze zijn toch wel de weg flink omhoog gegaan. Ook wel afgelopen seizoen de play-offs. Maar gewoon net niet genoeg. Dus Roda gaat 5e worden. Omdat er zoveel clubs zijn, denk ik dat Roda 5e gaat worden. Vanaf een keukenkampioen seizoen 2018-2019, trainer Jurgen Strapper. Ik zie, ja, met Jurgen Strapper zie ik wel een keer dat Roda zou promoveren. Dat, ja, dat zie ik wel zitten. Ik denk dat hij, ja, als die trainer zo blijft en Roda blijft zo doorgroeien, ja, dan gaan ze vanzelf wel een keer naar de Eredivisie. Laatste keer kampioen en keukenkampioen divisie 1972-73. Goed, dan gaan we nummertje 4. Ja, ik weet het niet. Omdat het toch mijn club is, ja, ik zeg het maar gewoon. Ik weet niet of het gaat lukken, ja. Ik heb maar 4, omdat er zoveel clubs zijn. Moet ik gewoon maar even puzzelen. Het kan zijn dat het gefaald wordt dat ze bijvoorbeeld 6e, 7e worden. Of 1e, dat zou helemaal mooi zijn. Nee, VVV gaat 1e worden, 4e worden, excuus. Maar ik hoop natuurlijk 1e. Maar ze gaan 4e worden. Ik bedoel omdat, ja, zoveel clubs vorig seizoen echt een klote jaar gehad. Een beetje aan het uitzoeken. En nu ja, toch willen ze de play-offs halen. Maar wat ik ook al zei. Veel clubs. Topclubs. En ja. Ze hebben met NAC, Roda, De Graafschap. Weet je, dat zijn toch clubs. En soms gaat het gewoon niet helemaal goed. En ja. Dat toch wel vrij dicht op elkaar gaat worden dit seizoen. En ja. Dan krijg je in één keer dat je 4e wordt. Nou.
Vanaf een keukenkampioen in het seizoen 21-22 trainer Rick Kruijs, laatste keer kampioen. Ik hoef helemaal niet te kijken, want dat weet ik allemaal. 2016-2017. En zijn ook keer kampioen in 2009 en 1993, beker 1959. Ik weet het allemaal. Goed. Dus die gaan vierde worden. Dan gaan we door met nummertje 3. Ik maak er even een beetje tempo in. Nummertje 3, dat zijn toch maar echt wel de kampioenskandidaten, ja. Ze hebben vorig seizoen een, ja, ik weet niet hoe ze het voor elkaar hebben gedaan, maar ik heb het ook helemaal niet verwacht. Maar echt waar, heel knap, echt heel knap voor FC Eindhoven. Als Eindhoven zo doorgaat, zie ik ze wel in één keer knotsgek naar de Eredivisie gaan. Ik zal het wel echt een keer heel tof vinden en heel mooi vinden. Kunnen ze eindelijk een keer spelen tegen het grote PSV, weet je. Toch wel tegen jong PSV, maar weet je, tegen PSV Eindhoven is toch nog wel net ietsjes meer. Wij spelen wel eens een oefenwedstrijd jaarlijks tegen PSV, maar ja, in de competitiewedstrijd zal toch wel een keer mooi zijn. Dus ik zie FC Eindhoven ook wel een keertje, ja, knotsgek promoveren. Net wat Volendam heeft gedaan, ook. Ja, als je zo door blijft gaan, kom je er vanzelf verder, kom je er wel hoor. Net zoals in een knotsgek met Dordrecht een paar jaar geleden is gebeurd. Goed. Vanaf een keukenkampioen die seizoen 1977-78 trainer Rob Penders. Nog nooit kampioen geworden. Zijn volgens mij nog nooit in de Eredivisie geweest of wel? Niet dat ik weet volgens mij. Ja, ik was sowieso niet bij. Ja, de nummer 1 en 2, ja. Ik heb het er maar in gezet, ja. Die twee gaan echt uitvechten wie er kampioen. Het wordt Heracles. Of het wordt PEC Zwolle, één van die twee moet gewoon kampioen worden. Maar ik denk gewoon dat ze gewoon allebei direct terug gaan naar de Eredivisie als ze zo doorgaan. PEC Zwolle hebben tweede staan. Ik heb PEC Zwolle op 2, ja. Omdat Heracles Almen is net ietsjes groter. Dus daarom heb ik ze ook op 1 gezet. Vanaf een keukenkampioen dus seizoen 22-23. Afgelopen seizoen gedegradeerd uit de Eredivisie. 10 jaar lang hebben ze hier rondgezworven in de Eredivisie. De beker gewonnen. De Johan Cruijff. Europees voetbal. Ja. Als je dat voor elkaar krijgt, ja, dan is dat wel heel erg knap. En dan toch nog een keer degraderen, ja. Hetzelfde gebeurde met FC Twente een keer. Maar die zijn een keer kampioen gewonnen in de Eredivisie, ja. Twente. Ook in een keer kaboom. Alles valt uit elkaar. Ja, ook zij zijn natuurlijk afgelopen seizoen gedegradeerd uit de Eredivisie. Dick Schreuder, laatste keer kampioen 2011-2012. En ja. En nu zijn ze weer terug op af. Ze moeten opnieuw beginnen. Op plek nummer 1. Een hele grote klap voor ze. Echt een enorme klap, maar ik heb ze op 1 gezet. Heracles Almelo gaat kampioen worden in de keukenkampioendivisie. Of PEC Zwolle, één van die twee. Ik weet het niet wie, maar die twee gaan het uitvechten. Ja, afgelopen seizoen gedegradeerd uit de Eredivisie trainer John Lammers. Laatste keer kampioen. 2004-2005, toen was het toch wel een vrij lagere club. Maar wat ik al zei, ja, dat was niet echt verwacht. Van ADO was dat een keer niet verwacht dat ze gedegradeerd waren, ja. Er zijn wel toch wel clubs waarvan je het niet verwacht hebt. Van Heracles had ik het ook niet verwacht. Toen ze play-offs denk ik, Heracles gaat eigenlijk wel redden. Maar dus niet. Dus niet. Goed. Dus in ieder geval dat. Goed. Dan gaan we nog een keer doorheen. Dordrecht 20. 19 jong Utrecht. 18 jong AZ. 17 Telstar. Helmond. Top Os. Dordrecht. Almere. Jong PSV. En MVV wordt 11e. Linker rijtje. Willem 2. Jong Ajax. De Graafschap, ADO Den Haag, NAC Breda, Roda, VVV, FC Eindhoven, PEC Zwolle en Heracles Almelo. Dat zijn dus ja, de dingen die ik dacht. Goed. Dan gaan we het hier zo nog niet erbij laten. Ik ga jullie niet hier meenemen. Kijk, er staat al wat. Maar ik ga gewoon beginnen. Heel even met de Eredivisie. Of ja, doe heel even de eerste divisie. Kiesronde. Eerste ronde, als we daar op klikken. Kijk. Heb ik natuurlijk al wat gedaan voordat jullie het wisten.
5-0-0-2. Ja, ik ga er heel erg snel doorheen nog. 5-7-0-0-2-7. Dat was de speelronde 1. Goed. Dan gaan we door met de speelronde 2. 2-7-2-0-2. 12 punten. 7-7. 10 punten. En 7. Dus aardig goed gedaan. Goed. Dit was natuurlijk van afgelopen weekend. 7-6-5-5-0-7-0. En die drie staan er niet. Die wedstrijden zijn natuurlijk al afgelopen, maar omdat het bij mij maandag is, ja, staat dit zo. Dat zou ook altijd zo blijven op maandag. Als jullie woensdag de opname, dan zullen jullie zien dat ik dat allemaal op maandag opneem. Goed. Dan gaan we door naar de Eredivisie. En dat is op zich wel interessant. Eerste ronde. 7-0-6-5-0-2-2-0. Ja, ik dacht dat Vitesse ging stunten. 7. Goed, dat is in ieder geval voor de eerste ronde. Ja, hier had ik verwacht Fortuna dat die toch echt erop gingen klappen. Maar ja, het was wel een hele leuke wedstrijd hoor. Goed, speelronde 2. 0-5-2-2-0-2-5-7-0. Dat was speelronde 2. Dan, van afgelopen weekend. 0-2-2-7-7-7. En deze wedstrijden moeten nog gespeeld worden. Ik zie dat ik die twee niet heb gedaan, maar laten we die dan ook heel even nu met jullie doen. Goed, en hier 2-0. Goed. Dan ga ik dat even opslaan. Dan pakken we dat van afgelopen week. Heel even kijken. Dat zijn dus... Ja, eigenlijk alle competities. Ja, kijk, dan kun je dat heel even nu nog een keer zien. 17-7-7-0 hier. Kijk, dit zijn de conferences die ik... Ja, het is maar begonnen, dus ik heb het maar ingevuld. Kijk. Maar nu gaan we het voor de komende week... Van 22 augustus tot 28 augustus van de komende week. Goed, gisteren natuurlijk geweest. Het is vanmorgen, dat heb ik allemaal ingevuld. PSV gaat wel met 3-2, het kan. Dit heb ik zo te zien niet gedaan. Dus laten we dat even gaan doen. Hier wel. Goed. Kijk, dan gaan we beginnen aanstaande vrijdag. De NEC Groningen. NEC doet op zich prima. 1-0. Meer wint. De Graafschap gaat eindelijk wel weer eens een keer thuis winnen. Eindhoven Jong AZ, ja, die moet toch wel Eindhoven wel winnen met 3-0. PEC Zwolle tegen Jong PSV, ja, PEC Zwolle zal ook wel winnen. Roda NAC. Ik zag 2-0 voor Roda. Telstar Helmond. Ik zag toch voor 1-1. Top Os tegen VVV. Ik ga voor 1-3. Dit is toch wel vrij pittig. Goed, zaterdag. Go Ahead Sparta. Sparta gaat de eerste 3 punten pakken. Vitesse RKC. 3-1. Vitesse gaat ook de eerste 3 punten pakken. Feyenoord Emmen. Feyenoord gaat wel winnen. Heerenveen Fortuna. De trainer van Fortuna is ontslagen, hè? Dus ja, ze moeten een nieuwe zoeken. Utrecht Ajax. Ik zag 2-1 voor Utrecht. Zondag ADO Jong Ajax. Weer tegen Ajax. Dan tegen Jong Ajax. Daar gaat wel ADO. Nee, daar gaat ADO niet winnen. ADO gaat niet winnen. Dirk Kuyt staat er nog. Dus ik denk dat Jong Ajax gewoon weer gaat winnen. Ja. En dit zijn nog voor zondag. Excelsior. PSV 0-3. Volendam Twente 0-4. Cambuur AZ. Ja. 1-2. Goed. Zijn dan ook wedstrijden op een maandag. 29-4.
Maandag, ja. Kijk, die van woensdag. Die van donderdag, die doen we ook volgende week. En dan dit hier allemaal. Goed. Heracles Almelo MVV. Heracles wint. Jong Utrecht Willem 2. Ja, dan moet het denk ik toch wel... Ja, ik ga toch voor 0-1 hoor. Ik ga toch voor 0-1. Toch ja. En ik weet niet voor Willem 2. Slaan we op. Nou, hebben we dat gedaan. Volgende week gaan we dus de Eredivisie alles voorspellen. En dan doen we de rest dit hier nog allemaal voorspellen. En dan de week erna, dan komt het helemaal goed. Dinsdag en woensdag zijn de Champions League playoffs gaan. Dat is natuurlijk al voorbij. Goed opslaan. Dan zien we elkaar de volgende keer weer. Oh, ik wil heel even kijken naar de posities. Kijk, posities. 82 punten Eredivisie. We staan op 18.317 plekken. De Eerste Divisie hebben we 114. 566ste. Dus in ieder geval dat. Maar genoeg gedaan. We zijn bijna volgens mij een half uur bezig. We zijn een half uur bezig. Genoeg gedaan. Volgende week de Eredivisie. Goed kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Hè. Tot volgende week, hè, jongens. Mazzel.